lading was enorm zondagavond in Nijmegen. Spelers en trainer vierden de verrassende promotie van NEC naar de bloedstollende wedstrijd in Breda tegen NAC. Vanaf het laatste fluitsignaal begon de toestroom van fans naar het Goffertstadion. Daarom was er ook kritiek. Was het nodig om een DJ vanaf 8:30 te laten draaien? Corona is tenslotte nog niet voorbij en bij de kampioensfeesten van Ajax en Cambuur Leeuwarden was om die reden dan ook niets georganiseerd door de clubs. Volgens NEC was er op deze manier meer controle over de situatie. Het feest bleef dan ook geconcentreerd op één locatie. In de rest van de stad bleef het rustig. Na de vreugdeuitbarsting ging iedereen rond middernacht weer naar huis. Het nagenieten kan nu beginnen en daarna op naar de Eredivisie.